jij hebt net in het bos gereden, hè? Wat ga je nu doen? Ik ga eerst even het zweet eraf poetsen en daarna ga ik even de beentjes afkoelen. Wat is dat, een paardenmeisje? Nou, dat je heel erg van paarden houdt en er zoveel mogelijk mee wil doen. Ja, dat je altijd bij de ponies wil blijven. Weet je? Altijd bij de ponies wilt zijn. En dat je ook gewoon thuis wilt bij de ponies. Waarom ga je naar ponykamp? Omdat het een goede manier is om de band tussen je pony en jou te versterken en vertrouwen te krijgen. Ja, en je leert gewoon verval met andere paarden en de hele goede lessen. Het is ook beter voor je pony, want hij leert omgaan met andere paarden. En dan is hij minder schuldig tegen andere paarden als hij het te vaak heeft gedaan. Als je verdrietig bent, dan weten de paarden dat al echt eerder dan jij. En ja, ze voelen je echt aan. Is dat eigenlijk als een soort beste vriendin? Ja, eigenlijk wel. Alleen, je kan niet met paarden praten en daarom is het juist zo speciaal dat je ze om te praten toch zo'n band aan hebben.